Sofia Kruithof ging er gisteravond tijdens de finale van The Voice of Holland met de winst vandoor, maar haar winst was niet het enige onderwerp van gesprek op social media. Kijkers van het programma waren er namelijk van overtuigd een Wie is de Mol hint gespot te hebben. Voordat de vier finalisten het podium betraden, kregen ze een videoboodschap te zien. Daphne kreeg een wel heel bijzondere videoboodschap, want niemand minder dan Nathan Rutjes gaf Daphne de laatste oppepper. Kijkers van het programma speculeerden massaal over een mogelijke winst. Sommige kijkers zagen namelijk het Talpa-logo in beeld verschijnen tijdens de videoboodschap van Nathan, en Talpa is Latijns voor mol. Nathan is de mol. Dit is de hint. Het Talpa-logo verschijnt in een filmpje waarin hij een kandidaat aanmoedigt. Talpa is Latijn voor mol, klinkt het op Twitter. Zou dit de hint zijn? We zullen nog even geduld moeten hebben tot de finale van Wie is de Mol ons het echte antwoord geeft. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.